Hallo, ik ben Mike. Ik ben 20 jaar jong en woonachtig in Rotterdam. Ik vond het er genoeg om mee te werken aan het project Everyday People, zeg maar. Er is een magazine van uitgekomen. Dit is het eerste nummer van het Everyday People magazine. En het is samengesteld door dak- en thuisloze jongeren. De dakloze glossie is een initiatief van Asha Lachman, bekend van het jaarlijkse kerstdiner voor daklozen. Zodat ze ook iets tastbaars hebben waaraan ze aan hebben meegewerkt, waar ze talenten hebben ontwikkeld, aan talentontwikkeling hebben gedaan. En dat ze volgende week, als wij er allemaal niet zijn, dit magazine kunnen pakken en kunnen zien van hey, ik heb hier aan gewerkt, ik kan het gewoon. Mike schreef het kofferverhaal, een lang interview met Sparta-trainer Henk Vrezer. Ik wist eigenlijk niet wat ik moest verwachten van hoe zou hij zijn, hoe ik hem eigenlijk zou ontmoeten. Ik ben altijd wel gewoon een zenuwachtig type. En dan merk je ook waarschijnlijk als sportliefhebber dat hij ook wel wat zenuwachtig was. Maar ik moet zeggen, zijn werk en zijn vragen die waren uitstekend voorbereid. Van, ik ben iemand die altijd best wel de diepte ingaat. Dus ik vroeg hem ook meer over zijn verleden. Ja, waren best wel wat vragen ook best wel confronterend. Hè? Omdat het ook deels over je voetbalverleden gaat. Duidelijk een beschermde, misschien hier en daar zelfs een vrij egoïstische wereld. Dus dat deed me eigenlijk wel beseffen dat dat ik eigenlijk bar weinig heb gedaan voor mijn medemens. En ik hoop dat het nooit te laat is. Sander de Kramer, ooit hoofdredacteur van de Rotterdamse Straatkrant, weet wat het is als dak- en thuislozen de kans krijgen hun verhaal neer te schrijven. Je krijgt het effect dat dak- en thuislozen en voormalig dak- en thuislozen iets van zich afschrijven. En waar ze heel lang mee hebben gelopen. Dus ze geven iets van zichzelf prijs. Maar dat werkt ook therapeutisch. En aan de andere kant zijn de mensen die het lezen, die krijgen weer mee dat ze... Ja, dat eigenlijk iedereen het kan overkomen. Iedereen kan dak- of thuisloos raken. En dat kan echt in een poep en een zucht gebeuren.